diervriendelijke slacht bestaat niet. Dieren gaan levend en gezond het slachthuis in en komen er in stukken gesneden uit. Dus we hoeven onszelf niet wijs te maken dat er in de tussentijd een hemel op aarde voor die dieren daar is. Wat vaststaat is dat de slacht voor gehouden dieren het meest stressvolle moment in hun leven is. En daarom is de wetgever, de regering en deze Kamer er al bijna 100 jaar van overtuigd dat het broodnodig is om de wettelijke plicht in te stellen, dat hebben we ook gedaan, dat voordat een dier wordt geslacht, die buiten bewustzijn wordt gebracht. Zodat een dier niet bij volle bewustzijn zijn eigen slacht hoeft mee te maken. Op die regel is een uitzondering gemaakt voor de religieuze slacht. Omwille van de islamitische en de joodse geloofsvrijheid mogen naar schatting miljoenen dieren per jaar zonder verdoving worden geslacht in Nederland. Daar is al heel lang groot maatschappelijk verzet tegen. En ook vanuit de zijde van de regering. Het was toenmalig minister Van Aartsen die ook al zei, we moeten toe naar acceptatie van bedwelming. En deze Kamer heeft het wetsvoorstel van mevrouw Thieme aangenomen. Die zegt dat verbod dat nu al geldt op de onverdoofde slacht moet een totaalverbod worden. Die uitzondering is niet langer gerechtvaardigd. En de cruciale vraag was, vinden wij dat we dieren extra, onnodig, ernstig mogen laten lijden omwille van een geloofsopvatting? En het antwoord van deze Kamer was overduidelijk nee, dat is niet gerechtvaardigd. Alleen de christelijke partijen stemden tegen. In de Eerste Kamer kwam CDA-bewindspersoon staatssecretaris Bleker met een oplossing uit de hoge hoed. Hij kwam met een convenant en het wetsvoorstel werd in de Eerste Kamer weggesteld. En het convenant zou inhouden dat dieren onverdoofd mogen worden geslacht, maar als ze na 40 seconden na die aansnijding nog steeds niet buiten bewustzijn zijn, dan zou alsnog bedwelming plaatsvinden. De heer Öster. Voorzitter, een feitelijk punt. Niet alleen christelijke partijen, maar ook een aantal Kamerleden van de PvdA in die tijd hebben tegengestemd. En het is ook goed, denk ik, voor de kijkers. De Eerste Kamer heeft helemaal tegengestemd. Dus misschien voor feitelijke, voor de nageslacht. Handelingen, is goed. Ja, voorzitter, dat klopt dan weer niet. In de Eerste Kamer was er wel degelijk ook steun voor het wetsvoorstel, maar onvoldoende. En het klopt dat hier in de Kamer hoofdelijk is gestemd en dat een aantal Kamerleden, ik meen eentje van de Partij voor de Vrijheid en drie bij de Partij van de Arbeid, tegen het wetsvoorstel hebben gestemd. Voorzitter, de vluchtroute die is gekozen, is de route van het convenant. Nogmaals, wel de dieren onverdoofd slachten en als na 40 seconden de dieren nog bij vol bewustzijn zijn, alsnog proberen die bedwelming erdoor te krijgen. Sinds het lopen van het convenant heeft de NVWA in 2015 geconcludeerd, er is een verbod nodig, want het lijden van de dieren is onacceptabel. Een evaluatie van het convenant door het kabinet zelf in 2016, daar kon ook al geen andere conclusie over worden getrokken dan het convenant is mislukt. Dus voorzitter, hoe lang moeten de dieren nog wachten op de bescherming die hen toekomt? We zijn er al bijna 100 jaar van overtuigd. En die discussie kan ook niet worden geopend. Niemand stelt hiervoor om de bedwelming af te schaffen voor alle dieren. Dat komt omdat we ervan overtuigd zijn dat dieren het verdienen dat ze voordat ze worden geslacht buiten bewustzijn worden gebracht. Die uitzondering voor religieuze riten heeft geen rechtvaardigingsgrond meer. Wij roepen het kabinet en deze Kamer op om over te gaan tot waar al eerder toe is besloten dat het verbod op de onverdoofde slacht voor alle dieren moet gelden die in een Nederlands slachthuis aan een einde komen.